agrarische sector in Ikeri zal na jaren eindelijk een gerichte groei kunnen doormaken. Dit is te danken aan de oplevering van het pompgemaal de Clarapolder aan de Ishaakweg. Dit gemaal is onderdeel van het masterplan Rehabilitatie Ontwateringswerken Nikeri. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zei dat er in Nikeri al een reeks van rehabilitatiewerkzaamheden is opgeleverd. In dit district moet er in de komende 2 tot 3 jaar een jarenlange achterstand worden ingehaald. Het afwateringssysteem van het district werkte op vele plekken niet, waardoor veel gebieden onder water liepen. Ook zegt Noor Mohammed dat er veel verstoppingen waren. Dus we hebben het een grondige beurt gegeven. En we hebben ook gelijk een brand opgezet. En vanaf nu moet het zo zijn dat zodra er een mankement is, wij gelijk de middelen vrijmaken om te rehabiliteren. Al is het een schroef, het moet onmiddellijk gedaan worden. Wij mogen deze waterbouwkundige werken niet terug laten vallen en 10 jaar niets doen. Toch? Dus in die tijd van crisis hebben wij gedaan wat de boeren ons hadden gevraagd. Dat is vandaag gerealiseerd. President Chandrika Prasad Santokhi haalde aan dat Nikeri een speciaal district is met een hoge landbouwproductie. De natte en droge infrastructuur moet daarom goed onderhouden worden, omdat die invloed kunnen hebben op de productie. Volgens het staatshoofd krijgt Suriname hulp van India met bijna 30 pompen. We gaan alle deskundigen uitnodigen van Suriname, wat we hebben. En die hebben we. Met de minister en hun plannen. Minister Buitenlandse Zaken kwam met een plan om die financiering van India te krijgen. En laten we die dag een besluit nemen waar al deze pompen gaan, tegen welke prijs en wie het gaat betalen met welke expertise. Maar we gaan het oplossen. Zodat voor eens en voor altijd dat vraagstuk wordt opgelost. Want constant krijg je vragen in DNA, in de samenleving, wat met die pompen moet gebeuren. En we gaan het duurzaam inzetten op basis van een goed plan. Financierbaar, uitvoerbaar. Door onze eigen deskundigen. En als we die deskundigen niet gaan hebben, heb ik minister Biebes gevraagd om die brief te richten naar India. Laat ze een deskundige voor ons sturen. De president zegt dat de regering met beleid verlichting zal brengen voor het volk.